Lieve mensen, ik ben Rijke Roggeman en we bevinden zich hier in de Sint-Eligiuskerk, kerkplek van parochie Sint-Franciscus van Assisi. Herinnert u zich vorig jaar het thema, tijd voor de schepping, verbinding met elkaar en de natuur, een toekomst voor de aarde en al haar bewoners, de vraagstukken verbonden met natuurevenwicht, gerechtigheid en vrede vormen één geheel. Het is een heuse uitdaging. We willen ingaan op de oproep van de Laudate Si, de encycliek van Paus Franciscus, met respect voor mens en natuur, verbonden met elkaar en de natuur. De huidige uitdagingen voor ons geloof zijn niet anders. Bijkomend en prangend is onzichtbare vijand COVID-virus, dat mensen ziek maakt, laat lijden en dood. En dit naast alle andere lijden. Onze wereld is ziek. Wat kunnen we eraan doen? Volgens de wetenschap testen, isoleren, vaccineren. Samenkomen binnenshuis is niet meer mogelijk. Eén knuffelcontact. Vier mensen buiten, afstand houden, mondmaskers aan, handen goed ontsmetten. We kennen het allemaal. En waar is onze God in deze tijden? Laat hij zich niet zien en laat hij alles gebeuren? Nee, God is een bron van liefde, kracht. En die kracht en die liefde vind je terug in mensen die zich solidair en eensgezind tonen. Ook voor de mensen die geen religieuze motivatie hebben, is God nederig en liefdevol. En zo wordt die uitdaging een sterkte. Sterkte van ons geloof. En zo houden we vol. En wat doet dit met ons als christenen, niet meer samenkomen in Gods huis? Bidden, zingen, vieren, samen is niet meer mogelijk. 15 mensen in de kerk is te beperkt en we willen geen mensen buitensluiten. Minder mobiele mensen komen niet meer naar de kerk. En ook in deze vaste periode, een periode van soberheid en solidariteit, en groeien naar Pasen, ons belangrijkste feest waar we de verrijzenis van Jezus herbeleven. Bidden kan je overal. Je kan je in een stil moment met hart in meditatie terugtrekken. Zowel thuis als in de kerk of zomaar in de natuur. Dagelijks een kort gebed. Volgens het evangelie waarbij de apostelen vragen aan Jezus: Heer, leer ons bidden. En Jezus antwoordt: als jullie willen bidden, zeg dan: Vader, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, want ook wij zelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. De kerken zijn dagelijks open. Je kan er binnenwippen voor een kaarsje te laten branden, een stil moment, een kort gebed. In sommige kerken zijn er ook medewerkers aanwezig. En zo kan je daar een babbeltje doen, weliswaar volgens de COVID-regels. Ook in onze kerk op zondag zijn er medewerkers. En we zien aan de parochialen die even binnenwippen dat het deugd doet dat ze iemand zien in de kerk. Wij zijn onze medewerkers zeer dankbaar dat ze dit willen doen. We kunnen ons vastklampen aan de digitalisering van het Eucharistievieren. Verschillende parochies houden daar zich mee bezig, ja. Zowel via radio, tv of via streaming. De theologische, christelijke vormingen worden ook gedigitaliseerd. En via Zoom-sessies vanuit het CCV, partner in christelijke vorming, kan men om verschillende thema's bestuderen, zoals de psalmen, het Oud Testament. Nieuwsbrieven van wat er in de kerk gebeurt, worden ook digitaal verspreid. Met dank aan Marijke de Vogeleer, die dit wekelijks verzorgt. En ook aan Jan Holvoet, die deze filmpjes realiseert. Maar wij missen de mensen. Wij missen fysisch contact. Wij missen familie, vrienden en ook de geloofsgemeenschap. De kerk zou in deze tijd, zoals
paus Franciscus het bepleit, een veldhospitaal moeten zijn. Hulp bieden aan mensen die zowel fysisch als mentaal, als sociaal en spiritueel getroffen zijn. En wij als gelovigen en christenen hebben de opdracht om naar de medemens te gaan, te bemoedigen. In deze tijden is het niet eenvoudig, maar men slaagt er wel in. Telefoontje te plegen, een attentie om een kaartje te schenken, eens aan de deur langs te gaan. Het lukt. Zoals op televisie we dikwijls horen in deze tijd, er is een lichtje aan het einde van de tunnel. Betere tijden zullen eraan komen waar we terug samen kunnen bidden, zingen en vieren in Gods huis. Na deze moeilijke tijd zal de wereld niet meer dezelfde zijn. Maar mogen we hopen dat we allen de liefde en de sterkte die we hebben en die we nu gekregen hebben, verder mogen dragen, ook na corona. Laten we de hoop niet verliezen en vertrouwen op God, die altijd met ons